Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die je zijn niet true. Jij bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag is het vrijdag 17 november. En ik ben bijna jarig. Ik heb vandaag de hele dag niks gefilmd, want ik moest naar school. En ik ben nu samen met Imme. En die komt er nu aan. Hallo. Kijk wat een leuk topje Imme aan heeft. Van welke winkel is die? De Sting. En ja, ik ben morgen ga ik dus uit en hebben we het verjaardag van Bram. En zondag ben ik jarig. Pakketje. Ja, nee, pap. Janet. Maar wat? Sinterklaas. Nee, maar pap, dit had je echt eerlijk tegen me moeten zeggen. Want ik vind het echt niet leuk wat je nu doet. Want ik zit hier echt jarenlang op te wachten. En er zijn gewoon 1000 pakketjes binnengekomen. Ja, en je zegt niks tegen mij. 1, 2, 4, 5, 6. Er was helemaal niks voor jou. Kijk, ik heb allemaal pakketjes besteld. Ik had die dingen altijd kwijt. Oh ja, hier is Imma. Oh nee, dat heb ik net gezegd. Maar het is dus vandaag vrijdag. Ik ben de hele dag naar school geweest. En hier liggen allemaal pakketjes. Want ik ga een AliExpress video maken. Nee, hier, ik weet niet wat erin zit. Ik heb het nog niet opengemaakt. Lego broodtrommel. Nee. Mag ik het openmaken? Doe even een haar tutorial. Een haar tutorial? Oké, okay, wanneer je patat wil bakken. Moet je nu lachen? Nee. Oké, okay, maar ik ga zo meteen even mijn pakketjes laten zien. Maar dit is wel echt de video van mijn birthday weekend. Stel even dat ik volgende week hoe we dat gaan doen bij mijn verjaardag. Wat we gaan doen. Oké. Okay. Nou. Zeg, ik ben zondag. Nee, maar ik kan het zelf ook wel vertellen. Janet is zondagjarig. Oh, moet ik mezelf filmen? Nou, Janet is zondagjarig. Dan gaan we zaterdagavond uit. En zaterdag is ook Bramjarig. Dus dan. Maar ik bedoel eigenlijk over volgende week. Ja, maar ik moet toch heel het verhaal vertellen. Oh, ja. Maar ze viert het eigenlijk dus pas volgend weekend. Niet komend weekend, maar daarna. Dan is ook mijn nichtje uit Australië. Die gaat mee. Yay! Dan gaan we naar, wat was het? De Noble. Busy. Naar, de Noble. Ja, de Noble. Schuren bij de buren heet het. Echt? Ja, volgens mij wel. Oh. Nou, dan gaan we daarheen. En we hebben een heel leuk cadeautje. En ik ga nu even mijn pakketjes unboxen. Als eerste heb ik een pakketje van de Forever 21. Maar het komt allemaal nog in een shoplot. Dus ik ga het niet heel erg laten zien, maar gewoon een beetje. Oh ja, de vader van Janette vond het leuk om alle. Kijk, dit is een doorschijnend shirt van dit soort mouwen. Oh ja, vond het leuk om alle pakketjes achter te houden. Het ziet er wel klein uit. Oh nee, voor mij niet. En nog zo'n topje, want deze wil ik aandoen met een kerstbol. Oké. Okay. En nog een ander pakketje, maar dit komt allemaal nog in de video. Dus waar is het van? Ik wil het wel zien. Ja, doe even de camera uit. Sneak peek! Wee! Oké. Okay. Nou, in het pakketje zat ook een cadeautje voor mij. Hij stelt niet scherp, godverdomme. Oh, maar ik vind kom. Oh, Janet heeft hem ook, maar volgens mij is ze er niet helemaal tevreden mee. Nee. Nee. Maar bij dat model, laat maar zeggen, zat hij gewoon als een soort beetje choker, maar dan iets langer. Oh, arm kind. Nou, ik ga hem even omdoen. Dit is het kettingje. Kijk, dit is wel een jurkje. Hij stelt weer niet scherp. Ja. Oh, cute. Moet je wel van die kom. Deze. Oké, okay, ik heb net, het was Imme hier, maar Imme is nu weg. Ik heb net even Riverdale gekeken en ik ga nu Chantal blijven slapen kijken. Maar dan, laat maar zeggen, die versie met Leeuw Kleine. Dat vind ik gewoon leuk om te zien. En ik ga vanavond echt rustig aan doen, want ik ga morgen uit. En ik ben zondag natuurlijk jarig, dus dan. Ik kom morgenochtend namelijk naar de sportschool. Gaat gezellig logeren bij bekende Nederlanders. Oh, dat was in Leiden wat ik net zag. Maar dit vind ik zo leuk om te kijken, weet niet waarom. Altijd is het weer. Oké, okay. Het is vandaag zaterdag 18 november en ik ben om 12 uur jarig. Het is nu 9:30 en ik ben nu samen met Damien, met Emma en met Lieke. Want we gaan zo meteen uit. Kunnen jullie niet allemaal naar me kijken? Ik zal even mijn outfit laten zien. Nee, ik wil het zelf laten zien in de spiegel. Oh, je ziet het niet heel erg. Oké, dit is mijn outfit. Oh, je ziet mijn navel. En we gaan nu even wat drinken en dan gaan we zo meteen uit. Yay! Kijk, Lieke. Yay!
Yes. Oké, gaan we dan hier blijven als ik jarig ben? Of gaan we... Waar is deze? Kijk uit, Tim. Ja, staat wel even op tafel. Nou, die staat er echt mee. Oké, maar blijven we dan hier of gaan we voor 12 uur daar zijn? Ja, ik weet het dus niet. Shoutout van fanclub. Nee. Nee, iedereen moet even reageren wat ze van dit liedje vinden, ja? Maar het staat... Hoe laat is het? Oh, ik ben er voor anderhalf uur jarig. Hé, hey, jullie moeten shotten. Oh. Ik schenk ze wel in. Oké. Je mag ook. Team, Kijk, dit zijn mijn leuke kettingjes. Ziet ze alleen. Ik moet even een shotje nemen met Lieke. Lieke shotten. Het is heel veel, hè, jongens. Nee, normaal. Oké. Okay. Nee, we hebben gewoon gewonnen. Oké. Okay. Ja, dus jullie nog een keer niet van? Shoutout naar Snapking. Shoutout naar Armo was right. Weet ik niet. Je kan er gewoon inklikken. Kom maar. Ik doe het wel bij op. Weet niet, dus de klok kijkt. Ik ga barven van deze lijn. Ja, maar ik kijk voor je. Something new. We moeten echt een girlband beginnen. Yeah. I hopped off the plane at LAX with a dream in my cardigan. Welcome to the land of fame excess. Am I gonna fit in? No fighting. Shakira, Shakira. Voel wat jij niet ziet, dit is mijn love chance voor jou. Want je weet precies waar ik het over heb, maar van de vrouwen nou. Ik voel vlinders voor jou. Nog 15 minuten, dan is Jeannette 19. En je moet weten dat ik van je hou. En door die vibe blijf ik telkens maar zweven. En je lijkt dat met jou. Vertellen. Ik ben samen gegeven. Ik weet niet wat het is. Zo'n meisje, zo'n lijf, zo'n gezicht. Nog 2 minuten, dan ben ik jarig. Ik ga hem hier neer. Hoe lang nu? Nog 1 minuut. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh, is it's your birthday. We're gonna party like it's your birthday. We're gonna sip the time like it's your birthday. And you know we don't give a fuck. Ik ben jarig! Leuk dat je zit. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Links, rechts, kom laag. Live unboxing. Wat voor muziek staat er op de achtergrond? Dit is echt zo'n intro liedje als ik een doosje openmaak van Apple. Maar zit er dan ook een oplader bij? Ik snap het niet. Of je kan het toch opladen in dat doosje of zo? Oh ja, opladen in dat doosje, ja. Oh, hoe ga ik dit eruit halen? Maar het is wel ziek handig, hè? Want je hebt gewoon dit. Je hebt gewoon dit en dan kan je hem hier aan de onderkant opladen, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb echt niet goed voorbereid. Oké, goedemorgen. Ik ben vandaag jarig. Yay! En Demi en Lieke hebben met mij geslapen. Maar
Demi is al weg. En in mijn Lieke gaan nu weg. En ik ga zo meteen naar Rotterdam. Ik denk altijd dat het over mij en mijn zusje hebt. Oké. Okay. En ik kreeg net autodrop van ze. Leuk hè? En ik ga zo meteen naar Rotterdam lunchen met mijn opa en oma. Zo. En vanavond ga ik uiteten. Oh ja, en ik heb een cadeautje gekregen. Dat heb ik net al even laten zien. Ik heb namelijk van die draadloze Apple oortjes gekregen. En nu zijn mijn opa en oma er, dus ik ga even naar mijn opa en oma toe. Oké, mijn opa en oma zijn er en ik heb echt super schattig cadeautje gekregen. Ik heb dus die Apple oortjes gekregen van mijn vader. En ik heb dus geld gekregen en nog zo'n pakketje van de Etels. Echt super schattig. Met van die moes dingetjes. En ik krijg nu een cadeautje van mijn broertje. Hij is niet scherp. Oh ja, wel nu. Chocola! Dankjewel, joh. Alsjeblieft. Dankjewel. Wat is het, Jeanette? Een cadeaukaart van Henk Miller. Oh, kijk eens. Oké, ik heb nu die oortjes in. Ze zijn echt super chill. Ze zijn echt heel chill. Joe heeft ze net ook geprobeerd. Ze zijn echt heel chill. Ja. Maar we gaan nu naar de auto lopen. Want we gaan even lunchen in Rotterdam. Heel zit hier echt één van deze vlek. En dan ga ik vanavond uit eten. Maar... ja, de oortjes zijn echt top. Dus echt een aanrader. Ik denk ook echt niet meer dat ik nu... ik kan me nu ook, als je nu weer normale oortjes gaat doen, denk ik ook dat het heel raar is. Ja. Maar ik heb deze jas nu aan, want daar past mijn camera heel goed in. Oké, okay, Joe heeft het andere oortje in. Maar we zijn nu in... waar zijn we, Joe? Rotterdam. In Rotterdam. We gaan even lunchen bij New York Hotel. Hier zo. Toch, pap? Pap. Wil je even iets zeggen in mijn vlog? Oké, ik ben terug uit Rotterdam al een tijdje. Want we gingen daar even wat eten. En ik ga nu een paar YouTube video's kijken, want we gaan straks gaan we uiteten. Dus ja, en ik wilde nog even een paar YouTube video's kijken. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En het is zo raar om op een zondagjarig te zijn. Maar volgende week vier ik ook mijn verjaardag, dus dat vind ik super leuk. Maar ik ga nu even YouTube kijken. Goedemorgen, het is vandaag... maandag 20 november. Ja. En ik was gisteren natuurlijk jarig. En ik heb echt super leuke verjaardag gehad. Ik ging in de avond nog uit eten. En dat was super gezellig. Heb ik gewoon niet gefilmd. Vandaag hoef ik niet naar school. Ik hoef ook niet te werken. Ik heb vanochtend heb ik een allergietest gehad. Wacht, ik hou even de mascara boven mijn ogen. Want daar irriteer ik me een beetje aan. Nee, ik moest om 8:30 of zo moest ik in Den Haag zijn voor een allergietest. Ik zal hier in beeld ook wat filmpjes plaatsen hoe het is gegaan. Want ik weet gewoon dat mensen dat interessant vinden. En ik zal even vertellen hoe het bij mij was. Ik heb geen gekke oorbellen in. Ik heb mijn oortjes in. Die ik heb gekregen. En wat er dus gebeurde. Wacht, ik zal de camera even neerzetten. Dat is wat beter, denk ik. Wat ze dus deden. Ze gingen... eerst gingen ze een soort lijn plakken. Dat zie je ook. En dan gingen ze allemaal stipjes daarin doen met een naald. Je ziet nu dat ik hier... heb ik allemaal van die rode kleine stipjes. Van die kleine stipjes. Nee, je ziet hier al die kleine stipjes. En daar werd overal werd dus zo'n... en zo konden ze dus kijken met allemaal verschillende middeltjes waar ik precies allergisch voor was. Dus na een kwartier waren sommige dingetjes waren dan een beetje opgezwollen. En dat zijn dan dingen waar je allergisch voor bent. En ik heb ook bloed geprikt. Dat zit hier zo. Ik heb hier ook die test gedaan. En nu hebben ze ook nog een test op mijn rug gedaan. Ik zal wel een foto in het beeld doen. Of zal ik even laten zien. Nou, het zit in ieder geval op mijn rug. Hebben ze een test gedaan. En dan moet ik tot donderdag. Mag ik dus niet mijn wassen daar en zo. En dan gaan ze dus kijken of daar nog iets uitkomt. Vandaag heb ik dus niks te doen. Ik ga zo meteen Riverdale kijken. Want daar was ik aan begonnen een paar dagen geleden. En ja, ik heb vandaag paarse eyeliner op. Oké, ik heb echt de hele dag in bed gelegen en Riverdale gekeken. Ik heb net avond gegeten. Ik ga nu video's editen, want ik heb zoveel video's opgenomen, maar ik ben ze gewoon niet aan het editen. Echt super slecht. Er ligt nog steeds een luchtbed in mijn kamer van dat de meiden in het weekend bleven slapen. Ik wil heel graag een AliExpress video opnemen, want ik had allemaal pakketjes op AliExpress besteld. Maar de helft is nog niet binnen en ik wacht al meer dan een maand. Dus of het komt niet meer, dus ik ben aan het wachten voor niks. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 21 november. En ik ben best wel vroeg wakker, want ik ga zo meteen mijn nagels laten doen. Want er waren er twee van afgegaan en ik heb op zich best wel erg uitgroei. Moet hij dat wel even scherp stellen, dat zie je niet.
Ik heb een hele simpele outfit aan, want het regent heel erg. En ik moet vandaag van 1 tot 8 werken. Dus ja. Ik dacht, ik ga nu gewoon lekker comfy en dan... Oké, dat woord zeg ik echt nooit. Dus ik ga nu lekker in mijn chill kleding. En dan ga ik me even beter omkleden. Ik heb echt de hele dag mijn oortjes in. En ik kan echt nu al niet meer zonder. Het is echt een hele erg aanrader. En de muziek is ook echt... Echt, het geluid is echt top. Maar ik zal even snel laten zien wat ik aan heb en dan ga ik. Ik heb deze soort met witte trui aan van de H&M. En dan heb ik mijn flare jeans aan van de Sting. En dit touwtje ook ervoor. Dus ik ga nu even mijn nagels laten doen. Oké, ik ben weer terug. Ik heb mijn nagels laten doen. Ik heb echt een beetje een rare kleur gekozen. Maar ja, ik weet niet. Het is een beetje lichtpaars met glitter. Mijn muziek staat nog aan. En ik ga nu even wat eten maken, want ik moet over een uur werken. En dat ding op mijn rug jeukt echt niet te doen. En dan moet ik me ook omkleden, want ik kom daarna niet meer thuis. Dus ja. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En ik moet zo meteen naar school toe. Ik moet van 9 tot 1 naar school. En daarna moet ik die sticker van mijn rug af laten halen bij de dokter of bij het ziekenhuis. Want dat zit er sinds maandag op en dat mocht er vandaag af. Wat wil ik nog zeggen? Oh ja, dus ik moet na school moet ik daar naartoe. En ik heb mijn kamer veranderd en opgeruimd. Dus ik zal het even snel laten zien. Want ik was gisteren de hele dag ziek en ik verzond hem echt dood. Oké, als je binnenkomt heb je dit. Dan heb ik mijn kast hier laten staan. Hier mijn andere kastje. Dan heb ik hier mijn bureau gezet. En hier mijn bed en mijn tv en mijn kledingrek. Ja, oké, ik ben in Den Haag, want ik ben klaar met school. En ik had verteld dat ik vanochtend die allergie dingen van mijn rug af ga laten halen. Dus ik ben met Romee, maar Romee zit op de wc. Yay! En ze gaan dus nu die sticker van mijn rug afhalen. Wil je het filmen of niet? Dat ze dat eraf gaan halen. Ja, maar niet met mijn camera, dat is echt heel awkward. Net of je dat allemaal gaat filmen in je leven. Oké, en Romee gaat het filmen. En ik ben heel erg bang. Cappuccino. Thanks. Met suiker. Thanks. Ik ga even chocolade. Ja, doe dat. Oh ja. Zo nog. Even tekenen voor de dokter op je. Zeker de dokter vergeten aan je mee te geven. Ja, we hadden het wel. Dus gewoon niet meegekregen. Nou, ik zie hier een paar kleine rode bultjes. Maar ik weet niet of dat al op je huid zat of dat het door... Want het zit precies waar die plak. Dus je straks wel zien hoe het uiteindelijk kan. Misschien een foto maken. Oh, je staat al klaar. Ja. Alsof je mijn gedachten kon lezen. Precies. Kijken naar je rug. Want ze heeft zeg maar uitslag gekregen. En als het dan rood is of zo, dan heb je een allergie. Ja. En hier zie je wel dat die wel echt dikker is. Zo. En rood. Ik weet niet of dit hoor, ik vind het zo vies. Kijk, hier zie je al die dingen waar ik allergisch voor was. Oké, gras, hazelaar, els, berk, weegbree, hijfstopmeid. Dit. Maar je bent allergisch voor een hond. Ja, ik ben allergisch voor Gina. Nou, Janet heeft een allergie voor... Eeuw! Wat hoe heet het? Koken? Nee, ik laat die foto niet zien. Ja, iets zoiets. Met Sunny. Sunny. Kokamido. Propi, betaïne. Ja, voor garnaal, hazelnoot, pinda. Procamin is een amfotere oppervlakte. Ja. Nou, dat is ze dus. Hij is helemaal gek te doen. Nog steeds niet. Nou, dat was het weer. Heb je pijn? Ja. Heb je jeuk? Ja, heel erg. Nee, dat wel echt serieus. Maar nu ben ik helemaal weg. Nee, hoe je. Ik denk dat mijn fiets gewoon thuis staat. En mij niet? Fiets, ja, ik heb een fiets. Nou, we gaan laak en we gaan naar huis. Dag. Oké, ik ben thuis. Samen met Romee. Want Romee en ik gaan onze nagels doen. Oh nee, ik heb gisteren mijn nagels laten doen. Eergisteren. Romee gaat nu haar nagels laten doen. Mijn rug doet echt super veel pijn. En ik moet maandag alsnog terugkomen. En ik vier dit weekend een beetje mijn verjaardag. Dus het is mega kut. Want ja, ik mag eigenlijk niet douchen. Maar dat komt wel goed. Geluidje wachten. Wat veilen. Ja, maar het zijn boeien. Okay. Ik ben voor 3 dingen echt extreme soort van wat er op mijn rug was. Maar ik weet niet meer hoe het heet. Iets van cocamide of zo. Oh ja, dit was inderdaad het einde van de vlog. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Sorry dat de vlog zo lang is. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer.